naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering gaan we het hebben over een vers uit Spreuken, hoofdstuk 30, vers 24 tot en met 28. Het zijn meerdere versen, maar ik vind ze zelf heel erg mooi en ik wil het graag met jullie delen. De vers gaat als volgt. Deze vier zijn het kleinste op aarde, maar wijs zijn ze, wijsgemaakt. De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer breiden ze hun voedsel. Klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots. De sprinkhaan heeft geen koning, maar trekt gezamenlijk ordelijk op. Een spin kunt u met beide handen vastgrijpen, maar hij zit in de paleizen van de koningen. Salomo, die Spreuken heeft geschreven, die leerde altijd van de natuur en alles om zich heen. En hier schrijft hij over de vier kleinste dieren en waarom ze zo wijs zijn. Het eerste dier waar wij van kunnen leren is de mier. We lezen dat de mier geen kracht heeft, maar verzamelt zijn voedsel voor morgen. Hij spaart het op. Hoe kunnen wij daarvan leren? Nou, we kunnen hiervan leren dat wij dit ook moeten doen met ons spirituele leven. Dus het onthouden van verzen, weten hoe we moeten bidden, leren de psalmen leren, de hymnen uit de kerk leren en ook hoe we goed moeten kunnen vasten. Daarbij staat ook in de Bijbel, denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen. Dit staat in Prediker hoofdstuk 12, vers 1. Hier wordt eigenlijk gezegd dat wij juist in onze jeugd bezig moeten zijn met het leren kennen van onze schepper. En alles moeten weten wat onze schepper voor ons doet. En waarom doen we dit? Omdat wij niet weten hoe morgen eruit ziet. Stel, je raakt opeens blind. Dan hoeft dat niet erg te zijn. Omdat je weet hoe je psalmen moet bidden. Je weet wat er in de Ekbeja staat. Die dingen weet je al. Dus dat je blind bent, hoeft niet een struikelblok te zijn. Of bijvoorbeeld dat je ziek bent en niet kan vasten. Dat hoeft ook geen struikelblok te zijn, want je weet hoe je het spirituele uit het vasten kan halen. Het tweede dier waar we van kunnen leren is een klipdas. Een klipdas is een dier dat ongeveer even groot is als een cavia. En het is een heel bang dier. Het is altijd heel erg bang dat het wordt opgegeten door een leeuw of een ander krachtig beest. Dus, omdat hij zo bang is, verstopt hij zich in de rots. Wat is voor ons de rots? Jezus is voor ons de rots. Dus wij kunnen van de klipdas leren dat wij ons moeten verstoppen in Jezus. Als wij ons verstoppen in Jezus, dan kan de duivel ons niks aandoen. Het kwade van de wereld, alles om ons heen, hoeft ons niks te doen. Want wij zijn beschermd in Jezus. Daarbij is er nog iets heel anders wat bijzonder is van de klipdas. Omdat hij in het Oude Testament was de klipdas een onrein dier. In het Oude Testament was er altijd een verschil tussen rein en onrein. En de klipdas was een onrein dier. Maar omdat in het Nieuwe Testament verstopte de klipdas zich in de rots. Dus ontving hij eigenlijk de reinheid. En net als ik. Ondanks al mijn zondes kan ik mij verstoppen in Jezus, dus mijn rots. En zal ik zijn heiligheid, reinheid en liefde ontvangen. Het derde dier waar we van kunnen leren is de sprinkhaan. In de vers staat geschreven, de sprinkhaan trekt ordelijk en gezamenlijk op. Wat betekent dat? Dat betekent dat er meerdere sprinkhanen zijn en dat ze allemaal in rijen lopen. Er is niet één die de leider is. Net als een leger bijvoorbeeld. Ze lopen allemaal in rechte lijnen en er is geen een of ander die tegen elkaar aanbotst. Het is niet bij alle dieren zo. Als we kijken naar bijvoorbeeld een troep leeuwen. Er is altijd één leeuw die de dominante is. Of bijvoorbeeld bij vogels. Er is altijd één vogel die voorop vliegt. En bij de sprinkhaan is dat dus niet zo. Nou, wij kunnen hier dus van leren om goed met elkaar om te gaan. En niet tegen elkaar aan te botsen. En liefde te hebben voor elkaar. Wij zijn allemaal gelijk. Er is niemand anders beter. Er is niemand beter dan de ander. En de enige leider die wij hebben is Jezus. Het vierde en het laatste dier is de spin. Er staat
De spin kan je met beide handen vastpakken, maar is te vinden in de paleizen van de koning. Ik kan me niet voorstellen dat als ik naar het paleis van Willem-Alexander ga, dat ik daar een spin ga tegenkomen. Ik denk als dat het geval is, dat hij een hartig woordje moet spreken met het personeel. Maar toch zijn ze daar te vinden. En ik kan mezelf vergelijken met een spin. Waarom kan ik mezelf vergelijken met een spin? Ik ben het niet waardig om in het paleis van de koning te zijn. En dat is de kerk. Ik ben het niet waardig om in de kerk te zijn. Het huis van God. Maar omdat God zoveel liefde heeft voor mij, heeft hij mij toestemming gegeven om toch in zijn huis te zijn. En ook iets anders wat we van de spin kunnen leren, is dat de spin maakt altijd spinnenwebben. Dus hij houdt zich heel erg vast aan de plek waar hij is, dus in het paleis. En dat moet ik ook doen met God. Ik moet mij zo erg vasthouden aan God en niet loslaten. Ja, dus dat kunnen we leren van de spin. Dus nog een keer om even te herhalen. De vier dieren, de eerste was de mier en daarvan kunnen we leren dat wij ons dingen in ons geloof moeten opsparen. Dus het onthouden van de psalmen, van lezingen, weten hoe we moeten bidden, psalmen enzovoort. Van de klipdas kunnen wij leren dat Jezus onze rots is. Dus dat wij ons moeten verstoppen in Jezus, zodat het kwade of de duivel om ons heen niks tegen ons kan doen. Van de sprinkhaan kunnen we leren dat wij goed met elkaar om moeten gaan, elkaar lief moeten hebben en niet tegen elkaar aanbotsen. We zijn allemaal gelijk. En van de spin kunnen wij leren dat wij het waardig zijn, of eigenlijk niet waardig zijn om in het paleis van de koning te zijn, maar omdat God zoveel liefde voor ons heeft, moeten wij naar de kerk komen en ons goed vasthouden aan God. Dus een spinnenweb bouwen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop jullie graag terug te zien bij de volgende.